diepte creëren in je schilderij. Dat is een van de dingen waardoor dat je in de schilderij interessant gaat worden. En een focuspunt bijvoorbeeld, contrast. En daar ga ik het vandaag met jou over hebben. Over diepte creëren in je schilderij. Het was namelijk een van de vragen die op YouTube denk ik voorbij kwamen. En ja, hoe doe je dat nu? Ik ben benieuwd. Vind jij dat een interessante vraag? Zet dan eventjes hieronder. Ja, dat vind ik wel interessant. Heb je natuurlijk ook nog een vraag? Stel hem hieronder. Leuk ook als je een like geeft. En deze video deelt wanneer je vindt dat het interessante content is natuurlijk. Of abonneer je op het kanaal van Vrouwen met Pit op YouTube. Dat is Donna Hoogstraten. Dat zoek je dan op YouTube en je abonneert je. En je gaat iedere vrijdag normaal gesproken toch een leuke inspirerende video zien. Die jou verder helpt met het schilderen, intuïtief schilderen gecombineerd met technieken. Enorm leuk om te doen natuurlijk. Nou, schilderen. Ik laat je even zien wat ik al voorbereid heb. Schilderen, je doet dat op verschillende manieren. Maar de vraag is altijd, hoe ga je nu diepte creëren? Ik heb al het een en ander voorbereid, zoals je ziet. Ik heb verschillende kleuren blauw, grijs, groen gemaakt. En wanneer je aan het schilderen bent, is het wel eens handig om te starten met de lichtste kleuren. Zeker wanneer je een plan van aanpak hebt. Want de lichtste kleuren achteraan zorgen eigenlijk er al voor. Pak even een voorbeeld bij. Dat je diepte gaat creëren. Kijk maar hier. Dat is een hele lichte kleur die achteraan zit. En dan kan je wat donkerdere kleuren op de voorgrond gaan zetten. En wat kan je nog gaan doen? Dingen voor elkaar, achter elkaar gaan zetten. Dus dat zijn alleen al wat tips die ik je wil meegeven waar je aandacht aan kunt schenken wanneer je diepte wil gaan creëren in jouw schilderij. Dus licht, van licht naar donker gaan werken. Hè? Licht, iets donkerder, het donkerste. Dan zie je dat dat helemaal op de voorgrond zit. En de dingen voor elkaar gaan plaatsen of achter elkaar. Dat gaat ook helpen om diepte te creëren. En van klein naar groot. Nou, hoe je dat gaat doen, ik geef het even als voorbeeld. Je lichtste kleur achteraan schilderen dus. En dit is nu de lichtste kleur op mijn palet. Stel je nou eens even voor dat dit een landschap gaat worden. En dat landschap, er staan wat bergen. Ik ben namelijk een persoon die enorm van de bergen houdt. Vind ik echt geweldig. Ik wil ook dan ieder jaar wel een keer naar de bergen toe. En ik heb alweer een reis in het vooruitzicht. Want in september mag ik weer workshops gaan geven in Zwitserland. Even kijken. Nou. Die kleur was de achtergrond, dat was de tweede laag. Dan pak ik deze laag.
En ik ben even niet zo heel secuur aan het schilderen. Want het gaat me nu alleen om dat ik jou kan laten zien hoe dat opgebouwd is, die laagjes voor elkaar, die diepte. Natuurlijk, op de achtergrond heb je ook minder details, dus hoe verder je naar de voorgrond gaat, hoe meer details je ook gaat krijgen. En dan blijf je natuurlijk wel plezier houden wanneer je dat aan het doen bent, hè? Ga niet in de frustratie raken. Want dat is het vervelendste wat er kan gebeuren. Even kijken. Ik hoop dat je het kunt zien dat dit wel weer donkerder is. Net ietsje donkerder dan die andere bergen, zeg maar. En dan pak ik er nog een kleurtje bij. Eens kijken of we in een half uur een fantastisch landschap kunnen gaan schilderen. Door snel te schilderen ga je meer uit je gedachten. Dan ben je gewoon lekker bezig en maak je je er niet te druk over. Is enorm fijn om eens af en toe in een razend tempo te gaan schilderen. Nou, ben natuurlijk benieuwd. Wat vind je daar al van? Laat het zeker in het commentaarveld weten. Ik ben nu ook maar één penseel aan het gebruiken. Heel gemakkelijk, niet te moeilijk. En ik zal het zo eens omdraaien, dan kan je zien wat ik al gedaan heb. Als het goed is, ga jij nu een schilderij zien van diepte. Dichtbij, verder weg. Ja, dan gaan we er nog iets aan toevoegen.
Zo, daar loopt een watertje. Leuk ook, allemaal in mat en nat geschilderd. Super. Het is niet helemaal gedekt, dan maak ik eventjes een beetje dekkend allemaal. En als je er dan iets voor gaat zetten, ga je nog meer diepte creëren. Ik kan natuurlijk eerst je schilderij eventjes laten drogen. Nou, ga er zeker zelf ook eens mee aan de slag. Ik denk dat je heel goed ziet van donker naar licht schilderen geeft enorm veel diepte. Veel plezier er in ieder geval alvast mee.